kijkt naar Aldi's Games. Ik ben Bo. En ik ben Mark. En vandaag gaan wij de most likely tag doen op dit kanaal. Ik dacht, ik doe vandaag eens een keertje wat anders. Geen game video, geen quiz, geen weet ik veel. Gewoon lekker heel iets anders op dit kanaal. En ik ga jullie even uitleggen wat het nou precies is. We krijgen straks vragen, bijvoorbeeld wie zal als eerste een muis opeten. Nou, en dan mag je een naam omhoog gooien, bijvoorbeeld Bo. En dan degene, ja, de naam die omhoog gegooid wordt, dat is onze keuze. Dus wij mogen zelf kiezen wie we omhoog gooien. En zo kunnen we elkaar beter leren kennen en jullie ons ook beter leren kennen. Zitten er ook gênante vragen tussen? Nee, van me. Nee, niet echt. Nee. Ik heb geen idee wat voor vragen we gaan krijgen. Dus, nee, het zijn wel normale vragen. De eerste vraag luidt, wie wordt er het snelst boos? Ik weet al wat Bart omhoog gaat gooien. Ik doe ook wel mezelf, want ja, waarom kies je mij? Ja, jij wordt gewoon heel snel boos. Dan heb je al te snel je oordeel klaar. Dan doe ik heel iets anders en dan word je al boos terwijl ik iets heel anders bedoel. En, ja. En ik soms is Bart bijvoorbeeld heel lullig, dan ben ik bij hem en dan gaat hij lezen serie kijken op zijn laptop. Ja, maar dat komt meestal omdat zij wat doet dus. Dus gaat zij op de hele tijd op de telefoon of op Facebook en zo. Dan denk ik, nou ga ik even lekker serie kijken. Zo gek is dat niet. En dan vervolgens wordt zij helemaal boos. Terwijl zij iets anders zit. Ja, nou oké. Okay, ja, maar anyways, ik word zelfs ook wel boos. Ja, ja. We worden allebei nooit echt boos. Maar meer een beetje geïrriteerd. Laat het daarom worden. Wie plast er eerder van het lachen in zijn broek? Ik heb mezelf. Ja, wel Bo. Ja. Maar nou, in het bijzijn van elkaar. Lach ik iets vaker dan jij. Ja, Ik vind dat jij sneller zou. Dat jij het in het algemeen al sneller zou doen. Ja, ik heb niet echt heel vaak de slappe lach. Maar de laatste keer dat ik het me kan herinneren, dat ik zo hard moest lachen dat ik het echt bijna mijn broek deed. Dat was met Roy met kussens of zo. Dat is heel flauw. Nee. Maar ja, dat gebeurt echt zelden dat je zo hard lacht dat gebeurt. Dus, maar ik heb nog nooit Bart zo hard zien lachen, dus daarom noem ik mezelf maar. Niet? Nee. Een grapje. Wie schiet er in de lach op de slechte momenten? Ja. Dus wie zou in de lach schieten op het verkeerde moment? Kan ik ook allebei doen? Nou, ik denk ook wel mezelf. Vaak is Bo heel serieus. En dan begint hij te lachen eigenlijk. En dan zit Bo echt van, waarom lach je nou? Ik had bijvoorbeeld gisteren nog, waren we in Alkmaar. En daar was een soort optocht met fakkels en ik ging daar een beetje om lachen. Wel, ja. En toen kwamen we thuis en toen zei Bart zijn vader van, oh, volgens mij was het voor die dode baby's. Dus ja, dan heb ik heb gelachen op het verkeerde moment, ik wist niet waar ik op ging. I don't know, wat is het? Ik weet niet, om naar de volgende vraag. Nou, ik weet al welke naam er wordt genoemd, wie heeft de beste conditie? Dan noem ik Bart. Want ik mij... ook. Mijn conditie, ik heb geen eens een conditie. Als jij de trap oploopt, dan ben je helemaal... Oh Bart, doe even rustig aan, doe even rustig aan. Nee, wacht even op me. Nee, dat is niet waar. Nee, grapje. Nee, maar jij sport al zo lang niet. Nee, als wij gaan hardlopen, dan ben ik na een halve minuut, dan is het klaar. Dan ga ik weer terug. Dan ben ik nog niet eens begonnen, of dan is het zijn al... Bart, stoppen, zullen we teruggaan? Maar ik heb een betere conditie. Helaas. Helaas? Ja. Maar Bo sport nu meer, want die doet het 7-minute workout en dan gaat ze 7 minuten lang sporten. Sporten tussen haakjes. Gewoon wat doe ik niet doen. Wie houdt er meer van make-up? Ja joh. Ja toch? Hoe dan? Nee, oké. Nee, ik hou meer van make-up denk ik. Ik ben zelf geen make-up fan, ik heb nu ook geen make-up op. Ik heb bijna nooit make-up op zoals jullie maar, weten. Maar als hij om make-up gaat... Dan maak je een hele fabulous win. Is ze echt een uur bezig hoor. Ja, maar als ik het nooit doe, dan ben ik ook niet gewend om het snel te doen. Dus dan kan ik het niet heel goed. Dus dan neem ik dat is waar. Wie is het meest buiten? Nou, dit is een hele lastige, want wij leven een beetje hetzelfde leven. We zijn allebei niet heel veel buiten. Maar... Ik ben meer buiten. Ik denk ook Bart. Want ik heb een Segway. En dan kan ik af en toe ga ik even naar buiten en zo. Ja. En Bo... Ik kom gewoon nooit buiten. In de zomer wel. In de zomer vaak. Wel, ja. Maar als het koud is zoals nu, dan zie je mij nooit buiten. Ik zit echt... blok. Moeten we echt meer naar buiten eigenlijk. Ja. Wie moet er sneller huilen? Ik ga je ook noemen. Weet je waarom? Nou? Nou, als jij echt niet nice voelt of zo, dan huil je wel sneller als mij. Ik huil niet heel snel hoor. Jij huilt wel, bij films huil jij sneller. Ja, oké, maar... Ja. Nou, ik bedoel om iets ergs wat er gebeurt of zo. Ik weet het niet. Jongens, we hebben... Ik laat deze zien.
Een leeg blaadje. Wie heeft de meeste kleding? Nou, ik weet het niet. Ja. Zelf? Ja, oh. Ja, heel duidelijk. Dat is wel logisch. Dat spreekt voor zich. Het is zo erg. Ik heb een hele grote kast. Echt heel groot. Maar er liggen kleren bij mij op de grond omdat het niet meer past. Alleen al die kleren die we laatst bij jou weg hebben gegooid. Ja. Of naar weet ik van waar je heen hebt gebracht. Dat is alleen al meer dan dat ik heb, denk ik. Het is zo erg dat ik soms kleren tegenkom die ik niet eens ken. Dan denk ik van, ja. Wat is dit nou weer? Want waarom heb ik dat? Die je nog nooit aangehad hebt. Ook, maar soms ken ik het ook gewoon helemaal niet. Of wist ik helemaal niet dat ik het had. Zo erg is het. Ik heb niet zo heel veel. Ik heb gewoon, zoals elke jongen denk ik, misschien iets meer. Die boven gemiddeld misschien. Wel normaal. Ja, een beetje normaal. Nou, ik weet wel wat ik ga antwoorden. Wie is een gadget freak? Dus wie heeft een gadget? Ja, dat is wel duidelijk, hè? Wordt natuurlijk, want ja, Bart, je moet alles hebben. Segway, MacBook, nieuwste iPhone, Apple Watch. Bart moet alles hebben wat er maar nieuw is. Oculus Rift, allerlei dingen en ik ben erbij. Ik vind het zelf ook wel leuk om de nieuwste iPhone te hebben. Bo is wel heel erg, want ze zegt altijd van, oh, waarom heb je dat nou nodig? Ook met die Segway, ook met de Apple Watch, wilden ze allemaal niet. You wilden ze niet. En uiteindelijk heeft ze het en vindt het hartstikke leuk. Ja, dus uiteindelijk met mijn enthousiasme. Ik wil even heel eerlijk wat zeggen, ik gebruik mijn Apple Watch bijna nooit. Nee, maar het is wel leuk, weet je. Ja, maar en ik had wel gelijk. En die Segway, ja, je gebruikt het niet heel vaak. Nee, maar het is toch leuk? Daar zijn voor de gadgets. Het is leuk, maar ik zou... Het is niet iets wat je nodig hebt. Ja, maar ik zou het zelf niet kopen. Dit is weer heel voor de hand liggend. Ik weet al wat Bart gaat antwoorden. Wie zit er het meest op zijn telefoon? heb je nu mij gedaan? Oh, nee. Bo is echt verslaafd. Bo gebruikt het meest telefoon. Ja, ik vind het gewoon leuk om bijvoorbeeld Instagram reacties te checken, Facebook te checken, Twitter dingen te checken, ja. YouTube reacties te checken, Snapchat te checken. Ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Dat moet ik wel zeggen, je doet wel leuk, ook leuke dingen. Wie eet er het meest? Bart. Nou, eigenlijk weet ik eigenlijk niet. Nou, dat weet ik eigenlijk wel heel zeker, want ik eet echt gewoon helemaal niks op een dag. Ja, dat is waar. Als ik heel de dag thuis zit, gewoon een beetje video's maken en zo, dan verbrand je ook niet heel veel energie. Dus je hebt ook niet heel veel eten nodig. Oh, ja. We eten eigenlijk allebei best wel weinig. Ja. Doen we vandaag ook nog maar alleen ontbijt op en het is 5 uur 's middags. Dus wie drinkt het meeste thee? Bobeljaars. Ja, Bart is geen theeleut. Geen theeleut, ik ben geen theeleut. Ik wel, ik vind het wel lekker. Wie heeft de netste kamer? Deze. Ja. Maar dat komt denk ik ook omdat mijn kamer best wel groot is, dus dan valt de rommel ook niet snel op. Ja, jij hebt ook niet echt een nette kamer. Nee, maar dat zeg ik net. Want jij hebt een wat kleinere kamer, dus dan is de rommel wat meer op één plek. Ja, precies. Bij mij is het toch meer verspreid. Nee, oké, mijn kamer, ik ben het mee eens, mijn kamer. Wie is het eigenwijst? Dat vind ik serieus een moeilijke. Ik ga toch voor Bart. Want... Jeetje, ik kan me echt even geen voorbeeld bedenken ook. Nee, ik weet het ook even niet. Maar ik ga voor jou. Wie is het onhandigst? Waarom ik? Nou, gewoon. Ik ben niet onhandig. Als ik bij jou thuis ben, zet ik ook een IKEA-kast in elkaar. En dat doe jij ook niet. En dan moet ik jou ook altijd helpen. Dat kan ik wel. Yeah. Alleen, ik hoef het alleen niet te doen. Als er iets gefixt moet worden, dan fix ik het. Oké, Bart is het onhandigst. Oké. Ha, boos is onhandig. Oké, doei. Wie eet er het meeste snoep? Ik wel. Ja. Jij bent wel zo van bijvoorbeeld... Als er lekker snoep ligt, bijvoorbeeld... Nou ja, bijvoorbeeld jij hebt wel... Karamelfudge of zo, dan blijf ik ook echt eten. Bijvoorbeeld, jij hebt wel eens beneden dan een bak met koekjes en dan pak je altijd wel een koekje. En ik doe dat eigenlijk nooit, want bij mij is er ook eigenlijk nooit zoiets. Ik ben een oude snoepert. Nou jongens, dit was alweer de video voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En abonneer op Bart. Op Project Minecraft, ja natuurlijk. Ja. En jongens, dan zeg ik de ballen. De ballen, doei! Oké, doei. Buik dansen.